Super tof dat jullie kijken weer naar deze nieuwe aflevering van mij. Welkom bij Bike Attack, ik ben Dennis. Ik ben al een beetje voor aan het bereiden voor mijn nieuwe aflevering. Ik ga weten wat heb je allemaal nodig bij het snoeken en snoepbaas. Want snoepbaas wil ik eigenlijk ook wel op vissen. Doe ik eigenlijk te weinig, maar dat gaan we ook even doen in mijn aflevering. Ik heb verschillende aardvissen mee. Als één er niet wil, dan wil het andere wel. Ik heb vandaag de haring, makreel, sardine, vorens en kleine vorentjes, eventueel voor snoekbaars. Nou, voor snoekbaars kun je ook wel kleine stukjes gebruiken. Ik spuit ze altijd even in met, niet altijd, maar in de meeste gevallen gewoon met sardineolie. Daar heb ik een hele mooie spuit voor gekocht van RVS. Mooi robuust, sterk, gaat ook niet snel kapot. Ik spuit ze altijd door de mond heen van de vis. En dat kan net eigenlijk de doorslag geven als je een taaie dag hebt. Want die eerste geur is best wel belangrijk bij troebel water, want bij ons regent enorm. Toen ik bij het water stond, was het erg troebel. Dus vandaar dat ik ze gewoon even inspuit met olie, kan geen kwaad. Niet te veel. En dat is een beetje het voorbereiding voor mijn nieuwe aflevering. Wat heb je allemaal nodig bij het snoeken? Nou, ik gebruik altijd verschillende aardvissoorten. Als het ene niet wil, pakken ze het andere wel. Dus speel daar gewoon een beetje mee. Maar dat komt allemaal weer. Dat is mijn voorwerp voor vandaag. Ik weet nog niet waar ik ga vissen, dat is nog even de vraag. Maar dat gaan jullie zelf wel zien. Zo begin ik eigenlijk met mijn voorbereiding. Nou, ik hoop dat het allemaal een beetje een mooie leervideo wordt voor jullie. Ik wil de jeugd ook een beetje gaan inspireren. Wat je sowieso allemaal nodig hebt is eigenlijk een onthakingsmat, tangen, rubberen schepnet, emmer. De kielboog vind ik heel erg belangrijk om die er nog een keer te laten zien. Nou, visolie die ik gebruik, dobbers die ik gebruik, aasvissoorten. Nou, aasvissoorten hebben we net gehad. Talud kan belangrijk zijn. En natuurlijk de vispas, eventueel een visplanner die je kunt gebruiken. En als ik nog wat dingen vergeten ben, dat weet ik niet. Misschien wel, misschien niet. Maar ik hoop dat dit een mooie leervideo was voor jullie. En vergeet niet te abonneren, dat zou super tof zijn. Ik word heel erg gewaardeerd. Ik ga de rest nog eventjes inspuiten met olie. En dan zien jullie me vanzelf alweer aan de waterkant. En dan gaan we verder met deze aflevering. Een hele goedemorgen. We gaan verder met deze aflevering. Ik zal mijn hengel er even bij pakken. We gaan jullie een beetje leren wat je allemaal nodig hebt bij het snoeken en snoekbaas. Ik ben gisteren toevallig even naar de vismarkt geweest. En daar heb ik spieringen gehaald. Best wel mooi formaat ook, 5 kilo. Ik denk, nou moet ik hem ook nog maar een beetje inslaan, want officieel mag er niet meer op gevist worden. Dus ik denk, weet je wat, ik neem gewoon 5 kilo mee. Daar gaan we ook mee vissen. Ik vis vandaag een beetje op snoekbaas. Ik heb ooit een keer een snoekbaas gespeeld hier. En gewoon met een pendobber, loodje, 15 gram. Dobber weet ik niet hoeveel gram die is, maar het stroomt wel. Dus vandaar dat extra loodje. Nou, 15 gram loodje. Takel van 50 centimeter staldraad, enkelhaak en met een spier in. En daar gaan we gewoon mee vissen. Dus ik hoop dat we ook een snoekbaas eruit kunnen trekken hier. Het is het seizoen nadert een beetje. Maar we mogen officieel tot 31 maart vissen op snoek en op snoekbaas. Alleen je mag ze niet meenemen in maart. Dus we gaan nog eventjes een maandje door. En ik hoop dat we nog even een mooie snoek kunnen vangen. Misschien wel snoekbaas. Dus we gaan nog even knallen.
Ik gebruik een 3 meter hengel. Ik heb daaronder een Shimano hengel van 1000 serie. Dus voor mij ideaal om te gaan snoeken als snoekbaas. Dus ik ga hem er gauw weer in gooien. En dan ga ik even verder met mijn andere hengels. Ik heb 2 op snoekbaas en 1 op snoek, maar daar kom ik zo nog even op terug. Ja. Ja, die andere hengel heeft hetzelfde systeem, dezelfde montage. Maar voor de snoek ga ik de sardine gebruiken. Nou, die heb ik van tevoren al ingespoten, nou, dat hebben jullie kunnen zien. Waar daar het voordeel van is, is dat het lekker kan ontdooien in het water. Zodat het geur mooi kan verspreiden over het water. En als dat geen snoek op gaat leveren, dan weet ik het ook niet meer. Eén scenario met Sabine is altijd een heel fragiel. Dus ik steek hem er goed doorheen. En dan kom ik er eigenlijk ook niet meer aan. Eén keer ingooien en gelijk niet meer aankomen. Nou, ik heb alles op de piepen staan. Ik heb er de ontvanger heb ik in de tent gezet. Mocht hij afgaan, dan hoor ik het ook in de tent. Maar ik kan deze niet in de gaten houden. Vandaar dat ik dus op de piepers heb. Nou, ik heb een lijstje gemaakt. Dat ga ik jullie allemaal even doornemen. Wat ik allemaal gebruik. En wat je kan gebruiken bij het snoeken. En wat je zeker nodig hebt bij het snoeken. Er zijn een aantal belangrijke dingen die je gewoon nodig hebt. Anders kun je gewoon lekker thuis blijven. Dus ja, dus ik neem jullie deze dag mee. En dan ik hoop dat dit een mooie leervideo is voor jullie. En ik hoop dat jullie wat op gaan steken. Op gaan wat steken, nee, hoe zeg je dat? Ja, ik hoop gewoon dat het een mooie leervideo is voor jullie. En, dus ik ga mijn best doen om een mooie aflevering te maken. En dikke snoeken, dat willen we hebben. Dus nou, dan zie ik jullie straks nog even weer. Ik ga nog even koffie drinken en dan ga ik me even voorbereiden op de volgende tip. Zo, we gaan even over hebben over de onthakingsmat. Zeer belangrijk bij snoeken of eventueel op andere vissoorten. Ik heb gekozen voor deze, omdat hij een mooie hoogstaande rand heeft. En de bescherming voor de snoek, dan mocht hij alle kanten opspringen, dat soort dingen, dan is een hoogstaande rand nou, veiliger voor hemzelf. Dat hij in ieder geval in het onthakingsmat blijft zitten. Nou, snoeken kunnen nou eenmaal wild zijn. Er zit zelfs een meetlint in. Dat doe ik tegenwoordig niet meer, maar ik vind ja, zeer belangrijk dat je dit ook nat houdt bij, als je snoek hebt gevangen, want dan beschadig je de slijmvlies van de snoek ook niet. Daar kreeg ik een tip op YouTube. Ik heb een emmertje al klaar liggen met water. Dus mocht ik even vangen, kan ik hem altijd even nat maken. En dan bescherm ik de slijmvlies van de snoek. Dus ja, er zit ook nog 2 halfvaten aan. Dus mocht je transporteren naar het water, is dat ook mogelijk. Dus ik ben hier zeer blij mee. Zeer belangrijk ook. Dus je hoeft niet per se deze onthakingsmat te gaan kopen. Ik vind eentje al voldoende. Dus die moet je eigenlijk gewoon bij hebben bij het snoeken. Of snoekbaas of andere vissoort. Eventueel, je kan er ook mee karpers in doen. Je kan ook eventueel doen. Maar goed, onthakingsmat is zeer belangrijk.
Nou, dit is echt het laatste wat je wil. Ik heb een alscholver gevangen. Hij heeft ook nog te grazen genomen, dus ik doe even handschoenen aan. Ik moet even kijken waar die haak zit. Die haak is wel los. Maar ik moet even kijken waar die haak zit. Hij heeft half te grazen genomen. Die haak is los. Ja, ik snap dat het vervelend is, vriend. Ik moet even weten waar die haak is. Kijk. Die haak. Ja, ik snap dat het vervelend is, jongen. Kijk, hier is die haak. Kijk, daar moet je die tang altijd bij hebben. Ik ben blij dat die haak. Ik ben blij dat die haak eruit is. Ik heb de haak eruit. Jongen. Ik ga hem zo bevrijden. Ja, en dan vang je in één keer een alscholver. Ik heb de geluk met de haak eruit gekregen. Hij heeft hem wel te pakken gehad. Maar ik ga hem zo bevrijden. Mogelijk. Ja, ik ben blij dat die haak eruit is. Ik hoop dat hij rustig blijft. Even mijn handschoenen aan. En, Nou, ik zal hem weer vrij laten. Ja. Ja, even wachten, jongen. Ja. Maak je het alleen maar zelf wel moeilijk. De eerste keer dat wij dit overkomt. Maar dat was wel even gevecht trouwens. Potverdorie. Maar goed, hij is er vrij. Hoe dan?
Maar goed, dat verwacht je dus niet. Hij heeft me wel te grazen genomen. Ik heb het al even ontsmet. Met ontsmettingsmiddel. Nou, ik ben blij dat ik die, deze handschoenen bij me heb. Maar arm beest. Maar blij dat die haak los is geschoten, gelukkig. Ja, anders stond hij nog een haak in zijn bek. Maar dat overleeft hij toch niet. Maar goed, hij is weer vrij. Ja, geen snoek. Geen snoekbaas, maar een alschool, jongens. Ja, moest er toch een keer voor komen, denk ik. Vorige keer ook al bijna één. Maar ik ben blij dat de alschover geen haak in zijn bek heeft. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ze zijn weer lekker vrij. Maar ik ga gauw mijn spullen nog even weer opnieuw nieuwe montage maken. En dan kunnen we weer rustig gaan vissen. Nou, hij heeft me goed te grazen gehad. Maar ja, het is niet anders. Ik ga mijn montage even maken. Nou, ik heb hier een aantal tangen bij me liggen. En dat mag zeker niet ontbreken als je gaat vissen op snoek. Ik begon eerst even met van Spro een onthaaktang. En een soort betonknipper. Voor eventueel haken door te knippen. En naar mijn mening zou ik je deze niet adviseren. Heeft eigenlijk ook een reden. Ik heb nou die van Fox. Nou, jullie zien het verschil al. Deze is een stuk langer en ook een stuk smaller. Maar deze, dat werkt gewoon niet. Je kan niet, als je moet knippen, dan moet je hem door de kiel heen en dan knippen. Nou, ja, dat gaat een beetje moeilijk omdat deze best wel breed is en ook te kort is. Vandaar dat ik deze gekocht heb. Ik kan er veel beter bij, veel smaller, veel langer ook. Dat geldt ook voor de onthakingstang. Is ook een stuk langer. En is ook veel beter. Dus mocht je een grote snoek vangen, kun je er gewoon beter bij komen om het te onthaken. Ik heb altijd filetmes mee voor eventueel als ik stukjes moet gaan snijden. Ik heb een handschoen mee voor eventueel voor de kielgreep. Want het is ook puur voor bescherming, maar ook bescherming voor de snoek. En snoeken kunnen ook bacteriën bij zich hebben. Dus vandaar dat ik soms een handschoen gebruik, soms ook niet. En ik heb zelfs altijd een ontsmettingsmiddel mee voor mijn handen. En ontsmettingsmiddel voor de snoek heb ik ook gekocht. Dus mocht die plekken hebben, dan kan ik hem gewoon insprayen. En een emmer met water. Dus mocht ik een vis vangen, kan die altijd even. Kan ik hem even onze onthakingsmat nat maken. Eventueel voor de slijmvlies het niet te beschadigen. Daarnaast gebruik ik nog de sling. Nou, de sling die gebruik ik meestal als ik de snoek onthaakt heb. Doe ik hem even in de sling, laat ik hem even bijkomen, haal ik hem daarna weer uit. Dan kan ik even een fotootje maken. En dat is eigenlijk ook belangrijke dingen die je gewoon nodig hebt. Ik heb ook een schepnet met een rubberen coating. Dat is ook weer speciaal voor de slijmvlies van de snoek niet te beschadigen. En je kan de haken ook makkelijk eruit krijgen mocht je ze verstrikt raken. En daarnaast heb ik nog een dead bait pack. De dead bait pack van Fox. Dit is eigenlijk mijn koelkast, oftewel vriezer. Daar blijf je bevroren aas heel lang bevroren in. En ik ben ook zeer wijs mee. En daar kan je gewoon je aas in bewaren. En dan kan je na de sessie, als je klaar bent, kun je het gewoon weer in de vriezer doen. Dan blijft het ook veel langer mee. Dan gaat het ook veel langer mee. En, that's it. Het is, ik heb nog geen aanbeet gehad. Voor mij is het net 9 uur. Om precies te zijn weet ik niet. Ik heb geen telefoon even bij de hand. En,
Ik hoop dat we nog een mooi snoek vangen. En controleer altijd als je gaat vissen. Controleer altijd voordat je gaat vissen. Dat heb ik gisteravond ook gedaan. Loop ik alles bij langs. Om te kijken of er geen beschadiging aan doet. Dat is eigenlijk ook een tip. Zo voorkom je ook lijnbreuken en dat soort dingen. Ja, daarnaast gebruik ik altijd meestal wel visolie. Nou ja, ik heb nou spiering eraan. Dus, en een sardine met ingespoten olie, zodat het lekker kan ontdooien. Nou, dobbers die ik gebruik, ook verschillende dobbers. Nou, aasvis, nou, ik heb spiering mee, ik heb sardine mee. Makreel heb ik mee. En haring, geloof ik. En natuurlijk niet de vispas vergeten. Maar die heb je natuurlijk ook nodig. Eventueel visplanner. De app. Kun je altijd kijken waar je mag vissen, waar je niet mag vissen. Want dat is ook nogal soms een dingetje. Gesloten tijd. We mogen tot 31 maart mogen we gewoon vissen op snoek. Alleen in maart mag je ze niet meer meenemen. Dat is eigenlijk de reden dat je eigenlijk niet meer mag snoeken. Of ja, zeg ik, nee, wacht even hoor. De gesloten tijd is van 31 maart. We mogen nog een dikke maand vissen op snoek. Alleen je mag ze in maart niet meenemen. Dus ja. Ben ik nog weer wat vergeten? Dat geloof ik niet. Ik heb alles nu gehad. Nu alleen nog even snoek vangen. Dus nou, mocht je deze video dan leuk vinden, abonneer dan even op mijn kanaal. Zou super tof vinden, wordt heel erg gewaardeerd. Ik heb nog een binnenkort komt ook weer een giveaway aan. Ik heb nog één te gaan nog, die muts. De muts die komt binnenkort ook aan. En dan, maar goed, houd dat kanaal gewoon eventjes lekker in de gaten. En dan zie ik jullie zo weer. Nou, ik ga opruimen. Ik verwacht geen snoek meer. Ook geen snoekbaars. Morgen even weer opnieuw proberen op een nieuwe locatie. Ik heb toch een beetje het gevoel dat ze toch een beetje naar open water trekken nu. Maar goed, ik zie jullie morgen gewoon weer aan de waterkant.